Dag meneer, wij zijn getuigen van Jehovah. Getuigen? Van Jehovah. Aha, en ook van God? Ja. En waar was God op de nacht van de moord? Meneer, ik weet niet precies waar u het over hebt. Wij komen. Maar jullie zijn toch getuigen? Ja, meneer, u zijn getuigen van Jehovah. Ah, jullie moeten de eed nog afleggen. Oei. Meneer. Ik zweer om de waarheid te zeggen en niks anders dan de waarheid. Dat is goed. Dus waar was God op de nacht van 28 december, toen Quinten Mokkermans vermoord werd? In den hemel. U was bij hem? Nee. U weet dat er zware gevangenisstraffen staan op het liegen onder eed? Ja. Maar blijf bij uw woord. Denk het wel. Goed, kunnen we dan misschien nu verder gaan met het woord van God? Tuurlijk, tuurlijk. Wat heeft God te zeggen op de nacht van 29 december? En wat is er gebeurd op die welbepaalde avond? Een brutale verkrachting.